Het WK staat voor de deur en de verwachtingen rond de Belgen zijn hoog gespannen, wil jij als zo goed? 15 op 30.241 KFCO Beerschot wil Rijkliet in play-off 2 mooie dingen zien en dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo 8 voor half 10 s'avonds 7 Arsenal staat in de startblokken om de nieuwe manager voor volgend seizoen aan te wijzen, de Gunners. 7 over 9 s'avonds 129 bondscoach Roberto Martinez heeft enkele dagen na zijn contractverlenging geen goed figuur geslagen. 20 op 51.379 Standard beleefde onverwacht een uitstekend seizoen, daarom wil het niet al te veel sterkhouders. 20 op 31.156 De niet-selectie van Raja Nainggolan voor het WK is ingeslagen als een bom bij voetbalminnend. 20 op 20.223 Real Madrid-president Florentino Pérez heeft coach Zinedine Zidane naar verluid verzocht om Gareth. 4 over 8 s'avonds 158 Raja Nainggolan zal er niet bij zijn op het WK en dat zorgt voor veel controverse. Niet in het 19 op 45.936 club en agent speelden gisteren tegen elkaar in de laatste wedstrijd van play-off 1, nu komt het. 19 op 35.260 Anderlecht ziet de andere JPL topclubs naderen wat betreft de marktwaarde van de clubs. Maar ook op 19 op 25.318 Man UTD kon het seizoen niet afsluiten met een prijs. Afgelopen zaterdag was Chelsea te sterk in de 19 op 15.428 Het voelt misschien niet zo aan, maar het is wel degelijk maandag. Vanavond is er dan ook een nieuwe, 7 uur 's avonds 415 Alexis Salemakers kijkt met La Dernière Heure terug op zijn debuutseizoen bij Anderlecht het. 18 op 55.224 De transfers op tussen AC Milan en Marouane Fellaini blijft maar duren. Het welis nietes spelletje 18 op 40.111 De Franse club OGC Nice eindigde dit seizoen op een 8e plaats in de Ligue 1, nochtans had de 18 op 25.124 Nicolas Castillo wordt vandaag verwacht in het Estadio da Luz van Benfica. De Chileense aanvaller, 18 op 10.226 minder dan een halve dag voor Roberto Martinez zijn selectie voor het WK bekend maakt, lekte al uit. Voor 12 s'nachts 12-9 Club Brugge sloot zijn seizoen af met een 0-1 nederlaag tegen Agent, maar dat kon de feestvreugde. 23 op 30.550 maandagmiddag om 12 uur 's middags maakt Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie voor het WK bekend, de 23 op 16.736 Anderlecht sluit het seizoen af op een teleurstellende derde plaats en kan de focus nu volledig op 11 uur 's avonds 499 FC Barcelona heeft zijn seizoen nog afgesloten in schoonheid in zijn laatste wedstrijd legt het. 10:45 voor 11 's avonds 88 Anderlecht lijkt komende zomer afscheid te nemen van een aantal sterkhouders. Zo willen Leander, 22 op 30.911 wat al een hele tijd in de lucht hing, werd vandaag ook bevestigd. Ricardo Zapinto is volgend. 22 op 15.970 Marouane Fellaini is een van de zekerheden in de verwachte WK-selectie van de Rode Duivels. Door, 10 uur 's avonds 122 Timmy Simons werkte vandaag op 41-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge af. 21 op 45.274 KRC Genk sloot de play-offs af met een knappe zege op het veld van Anderlecht, maar dat bleek. 21 op 30.377 Anderlecht heeft een moeilijk seizoen in mineur afgesloten, want op de laatste speeldag leed het nog. 21 op 16.589 Antwerp draaide met een volledig nieuwe kern een uitstekend eerste seizoen terug in de Jupiler Pro.
9 uur 's avonds 452. De supporters van Club Brugge hadden het kampioenenseizoen liever op een andere manier afgesloten. 7 voor 9 's avonds 1030 RSC Anderlecht zal het volgend seizoen zonder Champions League voetbal moeten doen. De Brusselaars 20 op 42.611 Standard heeft een turbulent seizoen op fraaie wijze kunnen afsluiten. De Rouge hadden de beker al. 20 op 32.920.